President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren samen met de directeur der Belastingen en de leiding van het douanekorps een modern containerscanapparaat in gebruik genomen. Lloyd Kuhn, inspecteur der douane, zegt dat het modern scanapparaat nodig was om de dienstverlening naar de samenleving te optimaliseren. Ondanks de tekortkomingen binnen de organisatie kon de scanner toch worden aangeschaft. Ondanks deze uitdagingen zijn wij vandaag beland op het punt waarbij de containerscan operationeel gesteld kan worden. En met dit gezegd hebbende wil ik dank uitbrengen aan de commissie die zich heeft bezighouden met het tot stand komen van en installatie van de scanapparaten. De ingebruikname van de scanapparaten is een bijzondere mijlpaal. De quick wins hiervan, president, zijn het efficiënter uitvoeren van visitaties en op lange termijn zal dit resulteren in het slimmer inzetten van onze resources. Op de laatste Houden High Level Security Conference kwam ook duidelijk naar voren het belang van secuur werken. Het gebruik van de scanapparaten zal daartoe een enorme bijdrage leveren, mede gelet op het NRA-programma, Nationaal Risk Assessment Program. President, met deze aanwinst vertrouwen wij erop dat de dienst hiermee goede perspectieven tegemoet gaat. Kun zegt dat er werk aan de winkel is. Er worden scanners geplaatst in Paramaribo en op Zanderij voor de doorlichting van bagage en containers. De plaatsing van de scanners is opgenomen in het jaarplan als onderdeel van het optimaliseren van de dienstverlening. De directeur der Belastingen, Ismael Kalaikan, zegt dat het een grote uitdaging is om de douaneorganisatie en de Belastingdienst te runnen. Je moet leren dealen met de omstandigheden waaronder je functioneert. Het is niet eenvoudig. Elke dag weer nieuwe uitdagingen. Weinig middelen, weinig geld, bureaucratie, zaken die ik soms niet begrijp, waarom het zo lang moet duren. Maar goed, de uitdagingen daar zijn daar. En vergis je niet. Het volk kijkt mee, hè? Het volk kijkt mee wat we aan het doen zijn. Elke dag weer. U hebt het gehoord van de bondsvoorzitter. Het is internationale trend dat de douane in een negatief daglicht wordt gesteld. Maar willen we dat? Moeten we dat? Wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Kalaikan zegt verder dat er onderzoek is gedaan voordat zaken zijn aangepakt met betrekking tot het functioneren van het korps. Dit was nodig om de veranderingen die nodig waren te identificeren en stapsgewijs te realiseren.